belang van een sociaal werker, die is, vind ik, gewoon heel erg groot. Die zijn in staat om de signalen op te pikken wat gewoon ook nodig gewoon ook is. Ik denk steeds meer en later ook wel preventief. Voor wat is er nodig, wat kan er opgepakt worden, wat is individueel van belang voor onze inwoners. En vanuit die hoedanigheid kunnen we gewoon kijken wat kan er collectief van ook opgepakt worden. Als je kijkt naar een sociaal werker, denk ik, wat zou een sociaal werker dan ook allemaal in huis moeten hebben? Ik denk, we moeten in eerste instantie gewoon heel erg mensgericht zijn. Iemand is niet zijn dossier, of iemand is niet zijn beperking of zijn ziekte, maar gewoon de mens in zijn geheel. Ik verwacht een stukje ondernemendheid. Er wordt steeds meer samengewerkt met allerlei andere netwerkpartners vanuit de zorg, maar vanuit ook andere sectoren, woningcoöperaties. En met gemeentes, dat betekent ook gewoon dat sociaal werker goed moet kunnen schakelen, communicatief vaardig moet zijn en ook out of the box moet kunnen denken. Ik vind het ook belangrijk dat onze studenten theoretisch onderlegd zijn en weten wat ze aan het doen zijn. Ze moeten dat kunnen overstijgen. Zij moeten goed methodisch kunnen handelen. Dat maakt hen anders dan een buurvrouw die ook goed kan luisteren. Je krijgt heel veel tools aangereikt voor hetgeen wat je eigenlijk in het normale leven al toepast. Alleen weet je nu hoe het heet of hoe je het kunt verbeteren of kunt versterken. Het is een hele bijna circulaire manier van leren. En studenten aan de voorkant heel veel doen in de zin van film kijken, lezen en dan individueel opdrachten maken en met elkaar opdrachten maken. En dat meenemen naar expertmeetings waar wij dan samen met studenten aan de slag gaan. En ik persoonlijk word daar heel blij van. Nou, er zijn een aantal elementen die wij belangrijk vinden. En dat is vooral dat onze studenten zichzelf kennen. Dus goed naar zichzelf moeten kunnen kijken. Dus reflectie is daarin heel belangrijk bij ons. Omdat je zelf namelijk het belangrijkste instrument bent. Ik heb 20 jaar horeca erop zitten. Dus ik was altijd wel, zeker in de laatste jaren, gewoon degene die niet reflecteerde. En ik heb nu gemerkt dat ik op persoonlijk vlak en professionele ontwikkeling nog een hele hoop te behalen val. Wij hebben onderling in subgroepen met medestudenten heb je best wel veel aan elkaar. De vakdocenten waar we contact mee hebben, die zijn inspirerend. En de combi met zeg maar, mijn leerwerkplek en de studie, die sluit heel goed op elkaar aan. Het samenwerken zorgt er eigenlijk voor dat je een stuk van jezelf ook moet laten zien. Dus je wat kwetsbaarder opstellen. En dat eigenlijk veilig is en dat je elkaars back hebt en dat je daar gewoon in mag zijn wie je bent. Het is op het begin eventjes zoeken naar een vorm voor zelf een eigen planning te maken. En daarmee bedoel ik, als je alle ballen in de lucht houdt voor je privéleven, je werk, je studie, dat is eventjes zoeken. Maar gaandeweg komt dat helemaal goed. Je bent natuurlijk een fulltimer in het werk, of ik in ieder geval. En daarbij volg ik dan een deeltijdopleiding. Dan is het af en toe moeilijk om het allemaal te kunnen bewerkstelligen. Dus daar loop ik wel eens tegenaan. Ik denk, blijf je verwonderen. En ik denk ook in een relatie inderdaad gewoon naar degene die ondersteuning gewoon ook nodig gewoon ook heeft. Zie jezelf als iemand die iets extra's in zijn rugzak heeft om iemand gewoon ook te helpen.